Nou wordt er in aanloop naar de verkiezingen natuurlijk volop gegoogeld. Ja. Dan vooral naar de lijsttrekkers. Oh, ja, let absoluut. Op, ben benieuwd. Deze ochtend hebben we al gehoord wat de meest gezochte vragen waren als het ging over Thierry Baudet. Maar uiteraard hebben we aan Google ook even gevraagd wat willen mensen nou weten van Liane den Haan van 50+. Nou, mensen zijn onder andere benieuwd hoe oud u bent. Ook wordt er vaak gezocht wat het zorgbeleid van Liane den Haan is. Dan heb je ook de vraag waar staat 50+ voor? Is dat ook veel mensen opzoeken? Ja, en tot slot een prangende vraag, namelijk is Liane den Haan getrouwd? Oh, kijk, nou laten we dan met die prangende vraag even beginnen. Ja, het is heel grappig. Sinds ik lijsttrekker van 50+ ben, heb ik veel mannelijke fans. Dat is heel fijn gewoon. Maar wat, heel even hoor, die sturen dan berichtjes? Die sturen berichtjes, ja. En die vragen inderdaad of ik getrouwd ben of dat ik een vriend heb. En ja, het antwoord is nee. Ik geef nooit antwoord, dus nu voor iedereen, nee. Ja, nee, deze. Nee. En willen ze dan ook een afspraakje met u of ja, zo? Ja, ik heb vele voorstellen krijg ik per dag binnen. Ja. Okay. En hoe oud bent u? Ja, nou, dat is wel te vinden op Google. 53. 53. Ja, dan, ja, waar staat 50+ voor? Het is natuurlijk een beetje een vraag hoe we dan die vraag precies moeten interpreteren. Ja. Maar ik denk wel dat mensen daar vragen natuurlijk bij hebben. Vooral bijvoorbeeld hè, als we kijken naar het pensioensysteem, de aanpassingen daaraan. U bent ook bereid tot compromissen. Dat valt niet altijd bij de achterban even goed. Is het duidelijk genoeg waar 50+ voor staat als zelfs de pensioenen niet meer volledig heilig zijn? Ja, maar dat is het grappige. Als ik aangeef dat ik wil praten, dat ik het belangrijk vind om niet altijd nee te roepen, maar dat ik zeg ik wil aan tafel, ik wil praten, ik wil onderhandelen, want dat is natuurlijk ook politiek, dan ben ik bereid tot compromissen. Ik ben niet bereid tot compromissen als het gaat over een slechter pensioen voor onze gepensioneerden. Absoluut niet. Alleen, we zijn op dit moment maar aan het werk aan zeg, een pensioenakkoord. Dan geeft dat toch het gevoel dat er enige ruimte is. Vind je? Ja. Vind jij altijd dat je per definitie nee moet zeggen als je een voorstel krijgt? Nee, zeker niet. Maar als je dan zegt nee, dan wil ik erover praten. Dan staat u dus meer open voor een compromis. En niet per definitie, ik ga het niet doen. Het hele leven is compromissen sluiten. En in de politiek probeer je je best te doen voor jouw doelgroep. Dat ga ik ook doen. En dat doe ik al 15 jaar. Maar je kunt zeggen, we hebben hier bijvoorbeeld richtlijnen voor het pensioenakkoord. En je roept meteen nee. En we gaan met de uitwerking aan de gang. En je roept meteen nee. Dat vind ik een slechte zaak. Ja, maar 50+ prominenten die dat wel doen. Hè? Daarom ik zit zo niet in elkaar, dus ik wil graag praten. Ik heb een wensenlijstje als het gaat ten aanzien van de pensioenen en ten aanzien van het goed mee kunnen doen van gepensioneerden. Die lopen al ongelooflijk achter, wel 20% indexatie verloren. Dus ik vind dat ik mee moet praten om ervoor te strijden om voor elkaar te krijgen wat ik eigenlijk als eindresultaat wil. Goed, en dat is geen compromis, maar dat is heel hard vechten voor dat wat je wil. En dan uiteindelijk, als dat uitgewerkte pensioenakkoord er ligt, dan moet je dat beoordelen en dan zou het kunnen zijn. Ja, zoals het er nu naar uitziet, wordt het een nee.